Onze gast in de lunchbreak van vandaag, onze buurman Errol Essayas. Ja, waarom? Hij heeft met zijn sportcentrum echt prachtig werkt. Begeleidt Olympische atleten, maar ook recreanten en mensen uit de bijstand. Hij bindt mensen, doet hij geweldig. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade en Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Ik heb me de hele week er al op verheugd, jongens, om jullie samen hier te zien. Ja, Errol Essayas is natuurlijk al een grote naam, maar jullie kennen elkaar ook van heel dichtbij. Ja, we kennen elkaar eigenlijk al heel lang, heel mijn journalistieke leven, dus meer dan 30 jaar ken ik Errol. En maar laatste, je snapt waar ik heen. Ja, hij heeft hier zelf een sportcentrum, hij heeft 5 jaar tegen mij geroepen, zelfs jou krijg ik fit, je moet komen trainen. Ik heb 100 excuses bedacht en de 101ste keer dacht ik, ik ga toch maar bij hem trainen, een dik jaar geleden. En dat is leuk. En hoe heb je het aangepakt? Nou ja, heel simpel. Als je iemand binnenkrijgt, dan kijk je wie het is, wat hij nodig heeft. En aan daarvan ga je natuurlijk zo'n persoon trainen. En wat had hij nodig? Nou ja, wat bijna iedereen nodig heeft. Het stukje motoriek, waar we het net over hadden. Als je een goed motoriek hebt, vooral op oudere leeftijd, gaat je motoriek achteruit. En daar moet je gewoon aan blijven sleutelen. Je kan wel heel veel kracht doen en heel veel opdrukken, noem maar op, dat soort dingen. Maar je moet blijven bewegen. Wat vond je moeilijk? Nou, eigenlijk zijn de meest simpele dingen het moeilijk. Je ziet ook snel trouwens hoe je vooruit gaat. Maar als je in het begin op één been moet gaan staan en je andere been op moet tillen, dan is de balans is vaak zoek. En dat kun je wel trainen, heb ik geleerd in een paar weken tijd. Daar heb je echt veel aan. En wat heeft het je opgeleverd? Nou, één, dat je je gewoon lichamelijk beter voelt. Dus ook mentaal fitter bent. En ik tennis de laatste jaren veel. En ik was altijd geblesseerd. En sinds ik bij Errol train nooit meer. Dus het is hem wel gelukt om mij een beetje fitter te krijgen. Nog niet helemaal, maar het wordt beter. Ik heb gehoord dat je gisteren ook een hele goede wedstrijd hebt gespeeld. Tegen Rob de Koning. Ja, daar verlies ik. Ja, ik weet niet of Rob kijkt. Die werkt bij Schouten Zekerheid trouwens. Mooi bedrijf in onze regio. Maar die zit nu te huilen de hele hemelvaart. Rob vindt altijd van me. Maar gisteren ging je met 6-0, 6-4 genadeloos aan. En ik heb toch even aan Errol gedacht. Dankzij jou liep ik als een soort... Ja, prachtige tennisser over die baan. Ja, het Sports Performance Center Rijnmond. Ja. Zo heet jouw bedrijf. Wat is het speciale daar? Nou, het speciale van ons is, vergeleken bij anderen, we hebben een grote ruimte. Ongeveer 1000 vierkante meter. Met een atletiekbaan, met een tennisbaan, met een gedeelte waar je krachttraining kan doen. 10 meter hoog, hè? Ja, plafondhoogte 10 meter. En wij zijn gericht op bewegen. Ik noem het ook geen sportcentrum, ik noem het een bewegingscentrum. Wij zijn ervoor om te bewegen. En wat is dan het verschil? Nou, het verschil is dat wij bijvoorbeeld weinig met apparaten aan de gang gaan. En veel meer met losse apparaten, bijvoorbeeld een horde. Over horde heen stappen. Ja, veel lenigheid, veel bewegelijkheid met ballen. Bijvoorbeeld met Jan Dirk deed wel eens ballen gooien. Dan moet hij zijn bal raken, dan moet hij op reageren. Waardoor je centraal zenuwstelsel weer elke keer aan het prikkelen bent. Ik vond het zo mooi wat jij vertelde. Dan keek je om je heen in een groepje waar je mee was. En dan kon je net zo makkelijk in één groepje zitten met een bejaarde die aan het revalideren was. Als met Edgar Davids die er vooruit Amsterdam rijdt. Ja, ik moet zeggen, vorige zomer was ik er een keer. En dan heb je op vrijdag een training. Dan begin je groepsgewijs met allerlei lenigheidsoefeningen. Daarna ga je uiteen, ga je op je eigen niveau verder. Dan keek ik rechts van me, stond daar de rechtsback van Oranje, Denzel Dumfries. Links van me, een mevrouw van in de 70 tegenover me, een jonge jongen die uit de bijstand komt. Dat vond ik echt, ja, dat klinkt gek, maar bijna een ontroerend mooi moment. Dat je daar, ja, je brengt daar mensen samen. Is dat ook een bewuste keuze van jou? Ja, bewust. Ik vind dat als je bij ons traint, moet je met iedereen kunnen trainen. En we gaan geen onderscheid maken omdat je Dumfries bent of Davids of weet ik veel wie. Dat je dan apart moet trainen. Nee, je gaat lekker met elkaar en vooral met de grondoefeningen kun je gewoon met elkaar meedoen. Als de ene 50 haalt, haalt de andere misschien net 10. Maar degene die 10 haalt... Nou, het is jammer dat Dumfries een beetje achterbleef bij mij. Dat vond ik jammer. Maar weet je, je doet je eigen ding. En dat is natuurlijk toch wel heel mooi. We hebben ook zo'n blinde jongen natuurlijk die bij ons zit. En die vindt het geweldig, want je ziet hem vooruit gaan. En dan vind ik het jammer nu, ik weet niet of we straks over de coronacrisis gaan praten. Nou, we gaan praten waar jij over wil praten. Iedereen heeft het over de sporters, mensen die niks doen. Maar ik mis dat soort mensen bij ons in het centrum. Mensen met een beperking. Ik heb zo'n jongen die visueel beperkt is. Die mis ik. Ik heb mensen met een beperking, met rolstoelen, die mis ik. Want ja, die mensen mogen gewoon helemaal niks doen. Nee, en dan kan ik me voorstellen dat het heftige daar is. Dat heel veel mensen die vinden dan wel een alternatief. Niet zo fijn als in een sportschool, maar dat kan wel. Maar dit zijn natuurlijk mensen die kunnen dan niks. Nee, die kunnen niet. En juist die mensen, die hebben het nodig.
We hebben ook mensen met zware obesitas, die kunnen niks doen. En die worden alleen maar ellendiger thuis. En daar wordt geen rekening mee gehouden. Terwijl bij ons heb je alle ruimte, je gooit de twee roldeuren open en je kan aan de gang. Ja, kan je even beschrijven hoe dat eruit ziet? Want het zal vast een oud bedrijfspand zijn. Nou, het is een grote loods eigenlijk, zo voelt het ook. Die ook niet heel modern is ingericht, maar wel heel functioneel is ingericht. Wat Errol zegt, met die atletiekbaan, de tennisbaan, niet heel veel apparaat. Je bent vooral met je eigen lichaam aan de slag daar, met over hoorden heen stappen. Met hamers op grote banden slaan. Ja. Echt geweldig. Voor, ja, je voelt gewoon dat je dan sterker wordt. Maar het is eigenlijk een oude grote loods. Een beetje ja, misschien Amerikaans aandoen, misschien wel die ja, ook al die films ziet. Nou ja, over film ja. gesproken, zal ik het ideale bruggetje maken. We hebben een filmpje. Dat is al van een tijdje geleden, maar het geeft heel goed weer, denk ik, hoe jullie werken daar ja. en hoe de ruimte eruit ziet. Ja. Kiki Bertens zien we daar. Ja. En Sander Fischer. Ja. Sander Fischer. Ja. Excelsior. Ja, we gaan even kijken. Ow. Talk to him. I mean, sometimes you got people going against you and you just gotta go above and beyond all that. Let's go. Straight up the top, just so you know, ain't no stopping us. Yeah, I see you been watching us. You could try, but you better off. I ain't a spectator from the audience. Why you hating from the bleachers? Cheerleaders is loving us. Grab a pom-pom, baby. Last year we was last place. This year we in first. We was hungry for the title. Now we quenching our thirst. You was on your best behavior. Yeah, we on our worst. Killing the competition. Rolling around in a hearse. Earth. Life is like chess, except it ain't a game. Some pawns remain pawns. Some pawns become kings. Think before you move, think three steps ahead. Peep game, protect queen. Some rooks get took, some knights get swiped, some bishops get slain. I'ma tell you like my homie told me. Life is like chess, except it ain't a game. So when you gotta want it, you know my team want it. You know my team want it. You ain't no stopping us. Nah. Ain't no stopping us. Nah. Ain't no stopping us. When you gotta want it, you know my team want it. You know my team want it. You ain't no stopping us. Nah. Ain't no stopping us, nah. You know my team want it, Nou, zo gaat dat elke dag daar in die prachtige hal. Bob, die vraagt, jullie kunnen trouwens allemaal meedoen, hè? Leg jij nog even uit hoe? Je kunt op Facebook reageren onder deze livestream. En je kunt op reur.nl kun je gewoon gelijk je vragen aan Errol stellen. Ja, en die breng ik dan gelijk hier in de uitzending. Maar niet alleen dat, je kan ook wat winnen. Opnieuw de prachtige sokken van het Ronald McDonald Huis. Normaal kun je daar een nachtzoen kopen om mensen daar te laten overnachten. Als ze zieke kinderen hebben, die kun je winnen in een mooi pakket. Met het shirt Liefde is afstand houden van Meet in Rotterdam heeft ons dat ter beschikking gesteld. Ik leg hem even weg. En voor de mannen hebben we een zwart shirt met de skyline van onze prachtige stad. En wat moet je daarvoor doen? Mailen naar info@reur.nl. De laatste keer dat we dat deden werden de t-shirts en de sokken, dus je hebt dan een dubbel pakket, ja, zie je er hartstikke leuk uit natuurlijk. Gewonnen door Laura Nijkamp en André Lameijsen, een man met een prachtige dochter. En dat ik wilde jij dan weer, hè? Ja, natuurlijk. En ik wilde er nog iets van zeggen. Oh ja, die sokken, die kan je ook kopen. En ja. daarmee steun je dan voor het Ronald McDonald. Uit mijn hoofd. Ja. Steun het Ronald McDonald Huis dat het moeilijk heeft om in deze fase geld te genereren. En dan moet je mailen naar rotterdam@ronaldmcdonaldhuis.nl. Nou, dat hebben we gehad. Dan komen we terug op dat filmpje. Bob die vraagt, welke topsporters trainen er nu bij jullie? Ja, heel veel. Ons vaderdrager is natuurlijk Denzel Dumfries. Kiki Bertens na 5 jaar niet meer. Die heeft natuurlijk een andere weg bewandeld sinds hij met Raymond uit elkaar is. Maar we hebben heel veel spelers van Feyenoord, van Ajax, van PSV. Van Persie ook toch? Ja, van Persie met zijn zoontje regelmatig. Ja, Shaquille heeft bij ons getraind. En dus we hebben heel veel sporters. En dat loopt dan allemaal een beetje door elkaar. Ja, dat is wel wat leuke. Dat vind ik echt. Het is ook echt uniek dat je in een groepje zit met dit lichaam. Met rechts van je de rechtsbek van Oranje en links een mevrouw van in de 70. Dat vind ik echt mooi daar. Ja. Ja. Stoom komt uit je oren vanwege het feit dat je binnen niks mag. Kan je buiten een beetje uit de voeten? Hij gaat gelijk link kijken, zie je? Hij gaat gelijk link kijken. Ja. Kan je buiten een beetje uit de voeten? Nou ja, natuurlijk niet. Je kan buiten natuurlijk niet alles doen. Ik heb geen sprintbaan, ik kan niet sprinten. Ik heb natuurlijk bepaalde materialen heb ik buiten niet. Je moet een vlak ondergrond hebben. Als ik voetenwerk wil doen, moet je goed kunnen wenden en keren. Dat kan ik niet. Nee. En ik blijf het... Je hebt het over stoom. Volgens mij is dat heel anders wat ik heb, hoor. Ik ben echt boos. Dat meen ik, hoor. Je, je,
je merkt gewoon dat je mensen wil helpen. We hebben het over de mensen met een beperking, zakenlieden die bij ons trainen. Flink wat bedrijven, die mensen kunnen gewoon niet komen. Nee. Daar, wie stelt daar een vraag over? Ogilvio. En die vraagt, stel je voor dat de overheid echt voet bij stuk houdt over die regels. Ga je er dan toch bij neerleggen? Of komt er dan actie? Nee, ik heb me er nooit bij neergelegd. Sporters kennen me. Ik zeg ook altijd tegen sporters, nooit opgeven. Dat is het allerlaatste wat je moet doen. Al ga je dood, nooit opgeven. En wij geven nooit op. Wat wij dus nu doen, is gewoon aangepast trainen. Wij kunnen niet anders, maar wij gaan het nooit opgeven. Maar geen burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals je bij strandtenthouders wel eens hoort. Dan gaan we het gewoon doen. Je gaat regelmatig politie over de vloer, dat begreep ik van je. Ja, gisteren hadden we twee keer hadden we de politie. Want iemand heeft naar een meldpunt anoniem gebeld. Om aan te geven dat wij trainingen draaien. Maar je hebt bij ons een fysiotherapeut, die is binnen bezig. Die mag dus trouwens alles doen. De masseur mag alles doen. Ja, dat is ook een bijzonder beeld, hè. Dus is daar een kamertje van 12 vierkante meter. Dan mag de fysio werken en in de hal van 1000 vierkante meter met een plafond op 10 meter hoogte mag je helemaal niets. Ja. En dan zeg jij, dan worden wij gelijkgesteld met sekswerkers. Ja. Het doel van die twee beroepen, dat komt overigens aardig overeen, maar de uitvoering is wel heel anders. Ja, uitvoering is anders. Maar kijk, men gaat ervan uit dat alles wat je doet, dat je transpireert. Maar ik kan ook een training geven dat mensen niet transpireren. Een balanstraining, daar komt helemaal geen transpiratie bij te pas. Maar ook dat mag je dus niet doen. En dat is wel frustrerend. Lijkt je veel verlies financieel? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ik heb natuurlijk, er zijn ongeveer 25 mensen die opgezegd hebben. Mensen die met verklaringen kwamen van, ja Errol, sorry, maar ik kan ook mijn baan kwijt. Ik kan ook niks doen. Ik kan moeilijk tegen die mensen zeggen, hebben ze een jaarcontract en kan je ze daaraan houden. Zo ben ik niet. Als je het niet kan opbrengen, dan moet je toch stoppen. En we hebben natuurlijk heel veel projecten ook die we met bedrijven draaien die niet door kunnen gaan. Dus dat is wel frustrerend hoor. Maar ook omdat ik vind persoonlijk dat het niet hoeft. Nee. Kun je dingen doen. We zijn in een vrij land. Rutte zegt geef ze de ruimte om dingen te kunnen doen, maar dat kunnen wij niet. Is dit nou gewoon een voorbeeld van een foute inschatting? Ja, ik vind het heel moeilijk om op medische gronden te begeven. Maar je kunt niet uitleggen dat een fysio in een kleine kamer wel mag werken en zij niet. Dat kun je gewoon echt niet uitleggen. Je merkt ook echt, hè, ik kijk niet naar alle talkshows die s'avonds op televisie zijn, want daar word je ook wel eens heel somber van. Maar je merkt wel dat er steeds meer weerstand komt, weet je. Wat Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland heel goed zegt. Wij hoorden op zondagavond dat we binnen een half uur dicht moesten. Ja. En nu heeft de lokale overheid 10 werkdagen nodig om ons weer open te laten gaan. Dat halen ze anders niet voor 1 juni. Dat zijn dingen die kun je aan de mens niet uitleggen. Nou hebben we het alleen nog over het zakelijke. Je zou ook gaan trouwen. Ja, klopt. Ik zou trouwen. Alles was al geregeld. Ik zou in Hawaii gaan trouwen, maar... Ze wilde ook nog steeds, Errol. Ze wilde nog steeds. Ik sta het ook niet, hoor, maar... Nee, ik sta er ook een beetje van te kijken, maar... Op mijn oude dag, ik ben 60, ik dacht, nou, ik ga eens gek doen, dus... En hoe oud is zij? Zij is 51. Ja. Maar goed, je had alles geregeld. Ja, je kan niet eens reizen. Nee, je kan niet reizen. Je zou in het buitenland trouwen, voor de duidelijkheid. Ja, Hawaii trouwen. Oh, sorry. Kijk, en ik snap het wel, hoor. Veiligheid gaat voor. Dus daar moet je natuurlijk altijd rekening mee houden. Dus ik leg me overal bij neer. Alleen, weet je, dat snap ik wel. Maar dat wij dus niet aan de gang kunnen, dat kan je er bij mij niet in krijgen. Dat begrijp ik gewoon niet. Het is eigenlijk de eerste keer dat we naar iemand zijn relatie vragen en dat hij niet verbroken is in de tussentijd. Hè? Nee, vorige week hebben we gesprek met Michel Peridon en met Nick Hillebrand. En toen vroeg Frank van hoe dat nou was. Die waren net allebei weer alleen. Ja, we hebben net ook nog een proefuitzendingje gedaan. Daar zat ook nog een addertje naar Peter van der Week onder het gras. Oh, Peter van der Week. Ik vind ook zo mooi, wij kennen jou. Ik ken jou niet anders als een sportman, als een trainer, als een bewegingsgoeroe. Maar jij hebt ook op kantoor gezeten, vrij lang nog volgens mij. Ja, bij woningcorporaties. Ja, ik heb 20 jaar bij Woonbron en bij Havensteden gewerkt. Ik kan me daar helemaal niks meer voorstellen. Ja. Dan zat je achter een bureau. Ja, gedeeltelijk. Maar op een gegeven moment dacht ik na 20 jaar daar gewerkt te hebben van jongens, het is toch tijd voor iets anders. Omdat ik ben 55. Ik denk nou, je moet eens een keer gek doen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga een bedrijfsplan schrijven. En ik ga kijken wat ik met mijn kennis kan doen. Want ik zag overal om me heen zag ik mensen die sportscholen hebben. En ik had altijd een ander beeld bij. Ik vind dat het heel anders moet. Ik moet zeggen, wij zijn 5 jaar geleden begonnen. En gigantisch succes. We merken dat er gewoon heel veel mensen bij ons komen trainen. Omdat de mensen het ook een soort familiaire sfeer vinden. Wat jij natuurlijk kan beamen. Ja.
Er wordt geen onderscheid gemaakt. Niemand gaat met spierballen lopen om te zeggen van hier ben ik. Dat wil ik niet. Niemand gaat ook met ontbloot bovenlijf lopen. Dat wil ik ook niet. We blijven gewoon netjes. En ben ik daar wel bijna aan toe, hè? Daar ben ik een vrijje ervoor. Maar ik hoop je natuurlijk gauw weer te zien. Ik hoop dat we volgende week de geruchten gaan dat we volgende week weer aan de gang kunnen. Okay. Dus, nou, dat zou, ja, heb je daar aanwijzingen voor? Ja, dat wordt gezegd. Kijk, wat ik ook raar vind als er een persconferentie is. Ik kijk tegenwoordig niet meer, want alles is van tevoren al bekend. Ja, dat snap ik ook niet. Dat is wel raar, hè? Ja, dat is echt dus, heel raar. De geruchten alles gaan, uit. De geruchten gaan dat wij volgende week waarschijnlijk weer aan de gang gaan. Maar ik denk weer, wat je zelf zegt, binnen een half uur werd besloten dat de horeca dicht moet. Maar ze hebben nu wel weken nodig om het weer te regelen. Dat begrijp ik niet. Nou, nog even terug naar dat verhaal van Errol. Hebben wij het vaak over zekerheden, waar aan ik nogal hang in het leven. Zeker als een basis. Jij bent ondernemer, zit daar heel anders in. Nou zegt iemand gewoon op 55, ik zet mijn baan op. En ik ga gewoon heel iets anders beginnen. Ja, nou, hij heeft dat trainen natuurlijk wel jarenlang naast gedaan. Maar dat is wel een andere situatie, een compleet andere situatie. Hij heeft lef getoond, hij heeft echt zijn nek uitgestoken. En echt, ja, ik kan niet vaak genoeg benadrukken zonder dat we hier een PR-praatje van jouw zaak moeten houden. Maar het is echt anders. Ik ben ook bij andere concepten geweest, bij sportscholen. Nou, daar voel ik me sowieso al niet thuis, maar bij hem... Ja, je merkt echt dat je anders in je vel gaat zitten, echt waar. Ja. Hoe is dat proces? Nou, positief genoeg gedaan of niet? Nou, je mag ze uitnodigen. Ik heb je nog niet horen zeggen van jongens, sluit je aan bij SBC Rijnmond. Ja, heb ik ook nog niet gehoord. Nee. Zullen we gelijk een spontane actie opzetten? Ja, vind ik. Dat gewoon 10 mensen een gratis les als je open bent. Ja, vind ik helemaal mee eens. Ja, laat het komen. Nou. Mail maar naar info@reur.nl. Als je een keer een gratis les wilt bij... zijn Frank en ik er ook? Ja. Toch? Ja, ja dan ga ik ook mee doen. Peter van die is al hartstikke fit. Ja. Die kan nog net het laatste... Die komt er ook heen wandelen. Ja. Die komt ook mee. Ja. Perfect. Leuk. Hoe heb jij die afweging toen gemaakt om die baan op te zeggen? Ja, weet je, je moet gewoon durf hebben soms. Je moet voelen van, hey, luister eens, ik ben niet meer gelukkig in wat ik doe. En ik wil gelukkiger worden, dus ik moet dingen weer oppakken. Ik moet ook 3 stappen terug durven doen om er 5 te maken. En dat is wat me altijd getriggerd heeft in het leven. En daarom voel ik me ook gelukkig. Ik ben nooit bang geweest in die periode. Nee. Van dadelijk lukt het niet. Of, angst is een hele slechte raadgever. Je moet er niet naar luisteren. Je hebt je doel. Dat zeg ik ook tegen een sporter. Je wil richting Olympisch spelen. Dat is wat je wil. En alles moet daarvoor wijken. En je moet zorgen dat je dat haalt. En als je het niet haalt, dan moet je altijd tegen jezelf kunnen zeggen... Ik heb er alles voor gedaan. Veel mensen doen dingen niet, Frank, omdat ze bang zijn om wat er mogelijk misgaat. Ja, maar dat is geen verwijt. Nou, maar als je daarnaar kijkt, ja, het kan misgaan. Maar dan kun je het ook weer proberen terug te gaan naar wat er dan was als het mis zou gaan. Maar voor veel mensen is het een bezwaar om dingen niet te doen. Dat is doodzonde, vind ik. We hebben een vraag van de koning van Barendrecht. Wie is dat? Daniel Assayas. Oh. Ja, dat is mijn ik heb een vraag voor Errol. Zeg je niet voor oom Errol? Geen vraag voor Errol. Wel voor Frank, wanneer begin jij met trainen? Ja, nou, wij komen die proeflessen. Ja. Met 10 kijkers, hartstikke leuk. Nee, 10 proeflessen mogen er komen. Nodig jij ze maar uit? Ik nodig 10 mensen uit voor een les bij jou. Ja. Rob van Leenput, die enige bekendheid geniet in deze regio, omdat hij een beroemde dochter heeft. Errol, is er een verschil in discipline tussen de verschillende sporters? Bijvoorbeeld als je voetballers afzet tegen atleten. Ja, zeker. Ik bedoel, ik heb ook veel hockeyers bij mij. Jochem Bakker bijvoorbeeld, een hockeyer. Je merkt gewoon dat mensen individueel bezig zijn, dat er meer een drive is. Logisch, want je wordt getest. Als atleet zijnde, dan kun je niet zeggen van ja, maar de trainer heeft mij op de bank gezet en ik mag niet lopen van de trainer. Nee, dat gaat niet. Met voetballers zie je dat wel gebeuren. En elke voetballer die tegen mij zegt van ik zit op de bank omdat de trainer mij niet mag, op de een of andere redenen, die krijgt van mij de wind van voren. Ik zeg, jij bepaalt je eigen toekomst, niet de trainer, daar ben je zelf bij. Mm-hmm. Want jij moet maar zorgen dat je beter geen bent. Geen excuses. Ja. Nee, nooit excuses. Ik sta wel volop in de belangstelling. Gerard Meijer vraagt ook, heeft u zelf wel eens overwogen om bij Errol te gaan trainen? Ik ga echt mijn best doen. Ik ben echt van de partij. Erna vraagt, mis je het coachen op de atletiekbaan? Ja, soms wel. Ik moet zeggen, ik ben erelid van Rotterdam Atletiek. Ik heb dat jarenlang gedaan. Dat is mijn grote liefde, atletiek. En soms mis ik het wel. Want dan sta je, dan voel je de spanning op een kampioenschap. Of op een kampioenschap. Ja, dat EK, is het dan. Die wedstrijdspanning. Ja, en als je een Olympisch speler bent, dan zit je in een Olympisch dorp. En dan loop je rond en dan zie je al die sporters om je heen. Ja, dat is een kick. Dat wil je niet weten, hoe dat voelt.
Als jij als sporter zelf had geweten wat je nu weet, was het dan ook heel anders gelopen? Los van je blessure? Ja, dat weet ik niet. Je moet niet terugkijken. Wat we net over hadden, ik wil niet te veel terugkijken. Gewoon naar de toekomst kijken. Volgende week gaan we gewoon open. Dan gaat Rutte zeggen dat we open gaan en dan gaan we knallen. Tom vraagt in datzelfde kader, is er een wachtlijst om bij jullie te komen trainen? Nee, er zijn geen wachtlijsten. Nee, je kan je aanmelden. En als er wachtlijsten zouden zijn, dat geloof ik niet in, dan stellen we trainers aan die de groepen gaan oppakken. Jamie vraagt, op welk moment uit je carrière ben je het meest trots? Ik ben nooit trots. Nou? Nu nog niet. Als ik oud ben en ik loop met mijn wandelstokje zo rond, dan kan ik zeggen van nee, je bent trots. Nu moet je mag er wel zijn innerlijk, maar niet te veel uitstralen, want dat moet je later doen. Maar is er een sport, Errol, die je hebt begeleid, die moeten er zijn geweest en misschien zijn ze nog steeds wel, die je echt aantoonbaar verder hebt geholpen? Ja, ik durf te zeggen dat zijn ook woorden van Raymond Sluiter, wat ze met Kiki Bertens gedaan hebben toen ze bij ons kwam. Soms 125 op de wereldranglijst. We hebben er heel veel mee gedaan. We hebben snelheid gedaan, we hebben voetenwerk gedaan, we hebben uithoudingsvermogen gedaan, coördinatie gedaan. We hebben er heel veel mee gedaan. En je ziet er, ze is gewoon heel goed geworden. Ja. Raymond vertelde mij van, ik heb toen tegen haar gezegd, dan moest ik er wel van overtuigen, we stoppen met tennisballen. Met racket kan je wegleggen een maand of twee. Want tennissen dat kun je al. Als je bij het beste 100 dan kun je tennissen. Ja. Maar nu gaat het alleen maar omdat je fitter wordt. Geen tennisbal meer aanraken, we gaan wekenlang alleen maar in jouw fysiek investeren. Ja. Heeft het meisje echt verder gebracht. Ja. En wat je nu bijvoorbeeld ziet met heel veel voetballers, ze weigeren bijvoorbeeld om veel te lopen. Je moet in de wedstrijd moet je 13 kilometer kunnen lopen, wil je echt top zijn. Maar men wil dat niet. En dat is waar heel veel sporters problemen mee krijgen. We hebben bijvoorbeeld Denzel Dumfries, kun je ook als voorbeeld pakken. Die is 3 jaar geleden bij ons gekomen. Speelde toen nog bij Sparta. En die jongen heeft een gigantische sprong gemaakt. En die zegt het ook, door de trainingen die hij bij ons volgt, dat hij daardoor is gaan groeien. Dat hij daardoor veel en veel beter geworden is. Is dat een voorbeeld van iemand die misschien niet het grootste talent is? Daar is hij natuurlijk vaak mee geconfronteerd in zijn leven. Maar zo'n enorme drive en discipline in de uitvoering heeft. Als je een paar jaar tijd van Sparta naar Heerenveen binnen een jaar naar PSV gaat. En er zijn elk jaar over hem geruchten. Als je in Oranje speelt met Koeman, dan weet je dat er ook een keer een Engelse club gaat komen of een Duitse club. Die jongen gaat echt nog stappen maken. En ik ken hem niet heel goed, jij kent hem veel beter. Maar als ik hem bij hem aan het werk zie, dan is hij ook gewoon alleen, hè. Dan werkt die jongen zo ongelooflijk En hard. Is dat een beetje zo als Dirk Kuyt? Dat als je dan ergens heen gaat, dat je zegt, nou, we denken niet dat hij het redt bij Utrecht. We denken niet dat hij het redt bij Feyenoord. Nou, Liverpool is wel een stapje te hoog. En dan elke keer. Dit is een gigantische drive. Dat is echt, in mijn beleving, een van de grootste sportmannen die we momenteel in het land hebben. Echt. Door die beleving? Door die beleving. Gewoon knallen, gewoon niet bang zijn, gewoon hard werken. Marjolein Stouten, dat is de zus van Jan Dirk. Ja, leuk hoor. Fijn dat je kijkt. Zijn er ook lessen voor jongeren met een verstandelijke beperking? Ja, we hebben op de vrijdagochtend hebben we van 10 tot 11, toen wij mensen van Gemiva en ook andere mensen met een beperking, trainen we gratis. Dan mag je hier, we gaan er ook een tweede les bij doen, ook op de dinsdag doen we ook gratis. Omdat ik vind dat die mensen juist nergens terecht kunnen. En bij ons stellen we de ruimte vrij en wordt ruimte vrijgelaten. Die mensen moeten kunnen trainen. Freek Kootstra zegt, wat een positieve man die Errol. Ja. Ja, er geen woord van gelogen. Koen Groenewegen lekker bezig, Errol Essayos. Manon vraagt, wat is je droom voor je bedrijf? Voor een bedrijf? Ik vind dat sommige takken moeten veel beter gevuld zijn. Meer mensen met een beperking, meer mensen met obesitas. Koen Groenewegen bijvoorbeeld, die jongen die traint ook bij ons. Die is nu al zeker zo'n 60 kilo afgevallen. Zo. Dat is die jongen die ken jij ook. Ja, ja. En gewoon een heel positief mens die dus gewoon ervoor gaat. Die zegt van, ik ben aangekomen jarenlang, ik heb fouten gemaakt. Nu ga ik het allemaal oppakken. En die jongens helpen wij gewoon. Die is er bijna elke dag, hè? Ja. Maar nu mag dat dus niet. Dus die jongen die doet ook. Ja, die gaat buiten heel zijn leven doen. Ja, klopt. Dat vind ik zo zonde. Wat ik ook mooi vind, is het verhaal wat je over de opa van Warner Haan vertelde. De keeper, Heerenveen, oud Feyenoord, oud Dordrecht. Die man is in de 80 al of niet? Ja, die man is 86. Die man heeft een beroerte gehad. En die man trainde bij ons. Je zag gewoon dat die man steeds beter werd. Warner, vader. Reginald is heel erg blij, want ja, kijk eens, pa gaat vooruit, want pa kwam bijvoorbeeld strompelend binnenlopen. En je zag die man, door gewoon heel veel coördinatieoefeningen te doen, werd die man gewoon beter. Maar nu mag die man dus niet meer komen. Dus nu gaat hij toch nog weer komen, mag hij onder begeleiding van de fysiotherapeut trainen, maar niet onder begeleiding van ons binnen.
Jij bent geboren op 5 december 1959 in Paramaribo. Suriname. Heb daar heel je jeugd doorgebracht, hè? Ja, ja. Daar heb ik een prachtige tijd meegemaakt tot mijn 12e. En ik, ja. En wat was er zo mooi aan? Nou, zo mooi, mooi aan Suriname is, ik ga er nog steeds elk jaar naartoe hoor, dit jaar natuurlijk nog niet, maar de vrijheid die je daar hebt. Je kan buiten spelen, je hebt zoveel verschillende bevolkingsgroepen. Je hebt Indianen, je hebt Javanen, je hebt Chinezen, noem maar op. Mensen gaan heel vredig met elkaar om. En ik denk dat ik daar heel veel geleerd heb van hoe sociaal je moet zijn. Dat ik heb natuurlijk ook van mijn ouders meegekregen. Maar om je heen zie je dat gebeuren. Ja, dat zijn je roots. Ja, Hindustaanse buren, Javaanse buren aan de overkant. En daar werd niet gekeken naar hoe zie jij eruit, wat voor kleur heb je. Dat is helemaal niet relevant. Wat gebeurde er met jou toen jij dan als jongetje van 12, 13 opeens hier in Rotterdam was? Ik had nooit gevlogen, in zijn grote boeien. Alleen, 12 jaar. Kom in Nederland en dan moest je ineens een jas aan, moest je ineens een lange broek aantrekken, het was koud, je komt op school en je verstaat die gasten nog niet eens, je bent Rotterdams. Dus ik moet wel eens lachen als ik in Suriname ga, ze zeggen tegen me, wat accent heb jij dus. Maar je verstaat die gasten niet en als er een opmerking gemaakt werd van bruine, dan was het gelijk, maar het werden later mijn grootste vrienden. Want je kwam erachter dat het eigenlijk geen discriminatie is, het is... Er werd ook rode gezegd tegen een andere, of gele, of schelen, noem maar op, dat soort dingen. Maar dat zijn mijn beste vrienden geworden. Maar in die tijd was het best wel een bezienswaardigheid, een donkere jongen in de Afrikanenwijk. Ja, Afrikanenwijk. En dat kan je niet voorstellen als je er nu naar kijkt. Dat, ik ga er graag naartoe hoor, nog steeds hoor. Op de zaterdag is mijn marktdag. De markt, ja? Ja, dan ga ik lekker chillen, zo rustig lopen met mijn karretje. En dan om me heen kijken, dat is mijn rustmoment, denk ik, terug aan vroeger. Dat wij er nog kwamen, dat er een klooster was, dat er een politiepost was. Dus dat is mijn passie met Afrikanenplein eigenlijk. Veel veranderd in die stad, hè? Ja, is even veranderd. Ja. Maar weet je, daar doe je toch niks aan. Dingen veranderen, je moet mee. En soms moet je gaan sturen, moet je toch denken van ja, is het nou wel goed? Ja. Is er een plan om ooit nog terug te gaan naar Suriname? Ja, Suriname zit in mijn hart. Dus ik ben er nogmaals elk jaar, ik heb er een huis. Dus ik hoop dat als ik een bepaalde leeftijd heb, geen 67 hoor, want ik zie me op mijn 67 echt niet stoppen. Dan zou ik in principe nog 6,5 jaar moeten. Maar ik wil wel gaan overwinteren. Dat ik daar een maandje of 3 ben en dan nodig jullie graag uit. Laten we lekker de Rimboe in gaan om te kijken hoe het land eruit ziet. En is je vrouw ook een Surinaamse? Ja. Dus die ziet dat ook wel zitten om terug te gaan? Ja, ja. We gaan ook altijd samen. Is dat nou eigenlijk een soort droom waarvan je toch wel weet dat die nooit uitkomt? Of zie je jezelf daadwerkelijk... Mijn dromen ik zie je nooit stoppen met dat werken namelijk. Jawel. Mijn dromen komen altijd uit. Ik heb wat goede mensen op de zaak die het van me kunnen overnemen, die ik opleid. Maar je moet nooit ervan uitgaan dat je droom nooit uitkomt. Dat bestaat niet. Nou ja, een mooie einde is er eigenlijk niet. Mooi. Hebben we nog iets niet gevraagd wat jij wel graag kwijt wil? Bijvoorbeeld... Aan de mensen die bij je sporten of aan het kabinet? Of... Nou ja, ik zou de mensen die bij ons sporten en die geduld hebben moeten houden, zou ik willen bedanken voor het vertrouwen wat ze in ons gesteld hebben. Want het is maar niks om te zeggen van ja, luister eens, ik word 6 weken lang, kan ik niet trainen, maar ik moet wel doorbetalen. Ik moet wel doorbetalen. Maar we hebben dus wat lessen in laten halen, de mensen. Dus ik wil die mensen daarvoor bedanken, dat ze daar het geduld voor gehad hebben. Nou, jij wordt ondertussen ook bedankt. Op dit moment door Michel Lammers. Die zegt, na 2 à 3 jaar les van Errol is mijn zoon echt beter gaan lopen en rennen. Nergens anders zo'n goede looptrainer kunnen vinden. Dank je. Je bent een, als ik het mag zeggen, namens ons beiden, een sieraad voor de sport. Ik hoop dat je heel snel weer volle bak aan de slag moet. Alhoewel ik besef dat het moment dat ik daar zelf aan mee moet doen dan ook dichterbij komt. Die eerste aanmelder is binnen, via de mail hoor ik van achter in mijn oortje. Peter van der Wielen wil heel graag mee. Die is 1,20 kilo afgevallen. Ik wil graag dat laatste stapje op die zetten om nog een betere golfer te worden. Dan zijn we al met z'n drieën. Ja. Dankjewel dat je er was. Heel veel succes. Ja. Jij bedankt. En jij bedankt voor het kijken en voor het meedoen. Fantastische vragen gesteld vandaag. Reageer om die t-shirts en die sokken te winnen op info@reur.nl. En dinsdag zijn we er weer. Ja, volgende week dinsdag en donderdag zijn we er weer.
Oké. We weten nog niet met wie. Dat was jouw vraag volgens mij. Maar ja? ik ben nu bezig met een aantal gasten te produceren. Ik verheug me er toch al op. Tot dan. Je was een fantastisch publiek. Dag. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade en Jax.nl.